Hallo allemaal, het gaat goed. Vandaag wil ik gezellig met jullie over kunde. Kunde, goed of slecht. Wanneer we kijken in de Bijbel, zien in Spreuken 26 vers 22, zeggen kunde is zoals lekker koos. Mensen houden daarvan. Dus echt. Zo echt wil ik met jullie gezellig met skinder. Hoe komt skinder mensen? Mensen skinder soms. En hulle voel verloor. Wil probeer terug. En dat het persoon zijn. Maar skinder. Mensen voel goed. Het is verkeerd. Ook mensen kennen dan hulle het nie lief nie. Sê, staat met jou naar welkom. Maar, die Bijbel leert ons in Spreuke 16 vers 28 sê, skinde maak vijande, dit baie verhouding, verhouding tussen mensen, baie skinde maak verhouding stukken. Wanneer een persoon sê, ja, het gehoord van dit, maar die persoon misschien weet niks. Nou, stoor hier, lalalalala, so sterf aan. Baie gevaarlig, kan persoon die leven verwoes. Maar ek, skinde, waar jy nie. Verkeerd, kom, oorzaak kan probleem. So daarom sê die Bijbel vir ons, ons moet nie skinde nie. Want, wanneer ons lees die 10 gebooie, dan lees ons die 9e wet, wat sê, mag geen vals getuienis teken skinde van ander mense nie. God hou nie daarvan. Maar daar mense, wanneer persoon skinde van my, dan ek, ok, teken my, wat gebeur, nou persoon sien, niks, nou persoon begin stop. Maar dan ek begin, skinde vir my, maar waar stoor jy nie, maar dink, ek weet dit, moet, is nonsens, kan aangaan met jou leven, dink, maar, ek wil ook sê, as persoon skinde, jy moet bykie, waar of nie, as waar is, moet maak reg. As die waar is nie, kan ek. Want soms skinde kan ook vir ons help om sien fout, ja, moet probeer reg, moet reg maak. Daarna word jy aanmoedig. Want dit is baie belangrik dat ons kan weet skinde stories is nie goed nie. Ek skinde, ek is sleg. Maar ek skinde nou. Ander mense. Ander mense. Skinde van my, ek word kwaad. Hoe voel. Ek is skinde, dan skinde van my. Skinde van my, maar doen ook. Meneer. Laat my vertel, asjeblief. Stop, skinde. As persoon, ja, so, laai alles wat ek kan. Laai. Doen, ja, ek kan self. Self. Dan ek self. Kan so, doen, ja, van aan. Persoon. En die Bijbel sê, in Spreuke 10 vers 18 sê, mense die haat, van altijd skinde, soek altijd fout by hom.
Dit kinder altijd kan de persoon tel, water. Water. Als zien pijn, als zien opzet. Kom kinder, is die dus moeite waard nu. Het help je om te skinnen. So daarom, ik wil voor jullie zeggen, God hou niet van skinnen. Want Jezus kom om weer voor onze waarheid. So, kinder, waarheid, kinder, die op een dag was dan, dat we wel voor ons, bij Jezus, daar ook dan, mensen, af. Ons moet nie, dat we geen kans nu. Ons moet zelf onderzoek sê. Kinder, stop. Klaar. Hoe? Beter. As a ander story, help. Kind Paul story nu. Maar persoon te leven verwoest kan. So, mag die in jou sien, die wat is waarheid.